Mijn beste herinnering van dit afgelopen schooljaar is toen een jezuïet missionaris uit India bij ons op school kwam spreken over een sociaal project ginds, over straatkinderen. Hij heeft daar een uur over gepraat, een film laten zien en het uur nadien gaf ik les aan mijn leerlingen. En ik zei een beetje langs de neus weg, ja, als er iemand zin heeft om naar Ginder te gaan, je weet maar nooit, je bent daar welkom, op voorwaarde dat je er niet als toerist naartoe gaat, maar dat je daar het leven deelt van die straatarme kinderen. En waarschijnlijk hebben ze onder de bank, ik heb dat natuurlijk weer niet gemerkt, met elkaar een beetje ge-sms'd. En op het einde van het uur kwamen drie leerlingen bij mij en ze zeiden van meneer, we hebben besloten dat we naar India willen gaan. We hadden een reis gepland naar Spanje tijdens de vakantie, we gaan dat niet doen. Geldt dat nog altijd dat we dat kunnen doen? Ik zeg, ik ga erover praten met die pater en inderdaad, volgende maand vertrekken ze. En ik heb me natuurlijk de vraag gesteld, waarom is dat het mooiste moment in het afgelopen jaar? De eerste reden, denk ik, is hun enthousiasme. In plaats van een beetje braafweg, half slaperig de les te volgen, waren ze plots helemaal wakker en enthousiast. En je ziet hun gretigheid om dat te doen. En een tweede reden is, voor hen is het avontuur. Een school is zelden een avontuur. En plots gingen ze iets doen wat ze niet hadden verwacht. En waar ze eigenlijk niet van weten wat het wordt. En dat, denk ik, is voor een Ignatiaanse pedagogie belangrijk. Dat we niet altijd op de platgetreden paden verder gaan. Maar dat we nieuwe dingen proberen. Dingen die we nog niet ontdekt hebben. Dat is het avontuur. En tenslotte eigenlijk dat ze vooral zelf iets gaan doen. Dat ze er niet over horen, want ze hebben er voldoende over gehoord, maar dat ze het zelf gaan doen. En ze zijn nu al aan het afspreken wie de koeien gaat melken en wie de rijst gaat planten enzovoorts. Dus dat actief zelf ontdekken en doen, dat is essentieel.